Nibal is a real success story. She really demonstrated the ability to have the inner strength to really change and to persevere and to continue. So she never really succumbed to obstacles. Are you proud? I'm proud of all my kids, actually. I call them all my kids. Jeanne en ik mogen mee met de presentatoren naar de tv-studio, waar ze live hun Ali Sotak show presenteren. Hoe kom jij dan als moeder weer thuis? Bij je eigen zoon? Wat gebeurt er dan met je? Nou, ben ik hartstikke blij dat ik weer thuis ben en dat ik in een veilige omgeving woon. Het is eigenlijk een voorrecht om in Nederland te wonen. En soms ben je daar nog meer van bewust als je een moeilijke reis achter de rug hebt. Nou ja, verder ga ik heel veel hardlopen. Ja? Ja. Dat is wat je dan doet als ja. Na zo'n moeilijke tijd? Jazeker. Wat gebeurt er dan als je hardloopt? In Nederland heb je natuurlijk ontzettend veel te maken met de weersomstandigheden. Dus het kan heel hard regenen, het kan waaien. Dat vind ik allemaal niet erg. Ga ik het liefst op dat soort momenten hardlopen. Want dan zie je mijn tranen niet. Ja? Ja. Dan ren ik door mijn tranen heen. En dan kom ik er ook weer uit. Af en toe geloof je het ook even niet meer. Dat kan toch bijna niet anders? Jawel. Wat hebben we allemaal gezien de afgelopen tijd? Hè? Nee, maar het is denk ik juist andersom. Van, ik geloof heilig in het werk wat ik doe. En wij hebben zo'n slogan als Cord heet, geloven dat het kan. Dat is niet een slogan, dat is iets wat... Dat zit diep bij jou van dat binnen. Zit diep van binnen, omdat ik denk dat dit de enige manier is om tot een oplossing te komen. Je moet aan het onrecht werken. Het gaat zo langzaam. Word je niet af en toe heel ongeduldig? Je blijft zo rustig. Maar zo'n man waar we geweest zijn die in de hekken zit, bij de muur. Als je ziet wat Hania allemaal op de pad krijgt. Ik zou af en toe helemaal woest worden. Je blijft zo rustig. Cordate kan het niet alleen doen, hè? Bij jou. Bij heb mij. Heb jij ook wel eens het gevoel van, nee, het komt gewoon niet goed. En ik word boos en Ik geloof er niet meer in. Ik bedoel, fijn die slogan, geloven dat het kan. Maar af en toe denk ik ook van... Ja, uiteraard voelen we dat allemaal wel eens. En dat heb ik ook. En dat zijn de momenten dat ik dus heel hard ga lopen. En dat ik het kwijt moet en dat ik boos ben. Maar je pakt het toch weer op? En dan pak ik het weer op, ja. Omdat zij het hier ook oppakken. Hoe groot is je uithoudingsvermogen? Ja, je bent een hardloper, dus je kan er wel aan natuurlijk. Ik doe dit al meer dan 10 jaar en ik ga ermee door. En heeft dat te maken met waar je vandaan komt, jouw vader en je moeder? Ik denk het wel, ja. Ja? En hoe zit dat dan? Zij hebben mij dat meegegeven. Ja, zij zijn een voorbeeld daarin geweest. Mooi. Dank je voor deze hele bijzondere wandeling in een heel bijzonder land. Wat moeilijk te begrijpen is als je er niet bent geweest, denk ik, hè? لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي. Ik wandelde met Jeanne Abdullah in het kader van de Maand van de Spiritualiteit. Kijk voor meer informatie op dewandeling.kro.nl. يا زهرة المدائن.